Good morning, welkom bij deze nieuwe vrijdagvlog. Het is de weekendvlog, we zijn er weer. Ik ben heel erg opgewekt en vrolijk, zo kom ik over, maar zo voel ik me niet. Ik moet zeggen, ik heb het even zwaar. Of zwaar? Nee, ook niet een goede woord. Ik merk dat heel even mijn lichaam even een remmetje intrapt. Even zegt van, hey, zoals even kalm. Het is heel raar, want ik ben vanochtend opgestaan en helemaal met het... Niet het gevoel dat ik duizelig ben, maar mijn lichaam die... Loopt een beetje duizelig, snap je wat ik bedoel? Heel raar, terwijl ik me zo niet voel. Heel gek. Maar ik denk gewoon dat het even een teken is van Sas, doe even rustig, doe even kalm. Niet te spannend, niet te veel. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Ik heb gisteren heerlijk al de vlog geëdit, dus het enige wat ik moet doen is uploaden op YouTube. En verder blijf ik vandaag thuis. Ik heb wel heel even zin om even een lookje te creëren qua make-up. Dus ik denk dat ik dat gewoon ga doen, ondertussen lekker rustig een serie aanzet en dat soort dingen. Dus ik ga nu eerst even douchen. Ik heb gisteren weer heel spontaan, gisteravond, mijn wenkbrauwen gebleached, want ik voelde het ineens. Ik heb altijd, wanneer ik mij een beetje blij voel en gewoon even weer merkte van, weet je dat, dan wil ik even dingen doen waar ik blij van word. En dat is altijd even iets aan mijn look veranderen of even weer even wat geks doen, daar word ik altijd heel blij van. Dus dan doe ik ineens mijn wenkbrauwbleach weer. Maar ik moet ze nog een keer doen, want ze zijn nog niet blond genoeg. Het is niet een geweldig gaan van start van de vlog, kan ik je vertellen. Gelukkig heb ik dit weekend ook wel heel erg rustig. Ik zou eigenlijk vandaag naar een vriendinnetje toe gaan en met Pascal eten. Maar die heb ik afgezegd gisteren, want ik was die vlog aan het editen. En het enige wat ik dacht was, oh mijn god, ik moet er morgen heen. Helemaal bijna een soort halve paniek. Dat ik dacht, oh my god, ik moet morgen de trein in. Ik moet weer reizen en ik moet... En toen had ik, dat was gek. Was mijn kaart vol. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Nou ja, ik heb wel dingen verwijderd. Maar gisteren had ik dus met Pascal erover gehad. En die zegt, schat, jij moet even rustig aandoen. Hartstikke leuk. En ik heb waanzinnige dagen in Rotterdam gehad. Dinsdag en woensdag. Maar dat is wel gewoon twee dagen die mij totaal slopen. Omdat, hoe zei Joyce, die zei dit op een bepaalde manier. Ik ben het even vergeten. Wacht even. Oh ja, dat ik gewoon... zo erg aansta. Ik had natuurlijk events. Ik was aan het shooten voor werk en dingen. Maar ook omdat ik heel erg uitgesproken persoonlijkheid heb, sta ik non-stop aan. Omdat ik... door de mening van buitenaf. Omdat buitenaf het mij moeilijker maakt om te zijn wie ik ben. Dus ik sta daar non-stop voor aan. En non-stop dit. En dan word ik ook nog echt superveel herkend. Wat waanzinnig leuk is. Maar... ik ben daar dus elke dag, elke minuut als ik buiten ben, ben ik ermee bezig dat ik dus word herkend. Dus nou ja, het is gewoon een beetje veel. Ik wil ook gewoon real met jullie zijn, hoe ik daarover denk, wat ik ervan vind, wat ik ervan voel. Ik merk wel echt dat ik echt een beetje een soort van leeg ben vandaag. Dat ik gewoon echt een beetje dat, dus dat merk ik wel mega. Maar ik ga gewoon doen waar ik zin in heb en wat lukt en wat kan en that's it. Wel rustig weekend, dat is wat ik wou vertellen. Morgen ga ik even koffie doen met Janelle, vriend van mij. En dat is gewoon even in Zwolle een koffietje, dus dat is allemaal niet heel spannend. Janelle die kan ook nog niet heel erg veel op dit moment, dus dat wordt gewoon waarschijnlijk een heel kort gezellig koffietje. Maar dat is prima, helemaal gezellig, helemaal leuk. Dus daar heb ik dan ook wel weer zin in. Dus ik ga daar ook vanuit. Want meestal is dat zo. Dat als ik even een dagje even zo rust heb genomen. Ben ik meestal ook wel weer opgeladen. En dan kan ik echt wel weer heel veel. Ik heb gisteren ook echt weer de hele dag die vlog lopen editen. Dus ik ben toen ook weer gewoon meteen weer doorgegaan. Dus goed verhaal. Lekker kort. Dankjewel. Gaan douchen. Wenkies bleachen. We moeten door. Skin is like red. Maar oké. Ik doe mijn jas even aan. Ik heb mijn trainingspak aangedaan. Ik doe lekker een zonnebril op mijn Myla. En ik ga even naar het dorp. Want ik moet even mijn hormonen en mijn remmers ophalen bij de apotheek. Super slecht. Maar ik heb ze al een paar dagen niet genomen. Dus die moet ik ook heel even halen. Want anders... En het ligt gewoon klaar. Super dom dat ik het ook niet ophaal. Maar dat ga ik nu even doen. En dan wil ik even naar de Albert Heijn. Even een paar dingetjes halen. Zoals misschien ook een sapje en zo. Want ik merk dat ik me gewoon echt zo belabberd voel. Och, maar ik lig er gewoon mentaal even af. Ik zeg, ging bijna denken, oh, misschien ben ik een beetje ziekig. Word ik grieperig. Maar ja, ik lig gewoon mentaal even niet lekker in. Dus dat ga ik eventjes doen. Moet ook gewoon gebeuren. Doe ik lekker een podcastje in mijn oren of zo. En dan gaan we daar even heen fietsen. Op zich is de frisse lucht ook niet erg natuurlijk. Maar ik moet zelf opgehaald worden. Ik heb inmiddels boodschappen gedaan en mijn hormonen en mijn remmers opgehaald.
En nu ben ik even aan het wachten totdat mijn YouTube-video op YouTube is geüpload. Dat duurde altijd best wel lang, dus ik was net, maar ik moest heel even me omkleden, even weer mijn cozy outfit aan. Boos aan het kijken over de aflevering over Ozempic. Echt vet interessant, daar ga ik zo even mee verder, terwijl ik wacht. En dan hoop ik dat ik hem zo lekker kan inplannen voor morgenochtend. En dan gaan we daarna lekker niks meer doen. Ik heb bij de Albert Heijn lekker even van alles gekocht waarin ik echt zin in had. Waarvan ik dacht, dit gaan we goed doen. Dus ik had lekker avocado. Ik had een bakje met gemixt met meloen en zo. Heerlijk. En mijn Alpro yoghurtje, zodat ik morgen weer lekker een yoghurtje heb. Vind ik dat ook nog meer. Pepernoten. Had ik heel veel zin in voor vanavond. Ik had lekker hummus en dat soort dingetjes gehaald. En wat vegan beleg voor crackers lekker. Dus ik heb gewoon helemaal even allemaal dingen gekocht waar ik echt behoefte aan had. Heerly de beerly. Dus ik ga nu boos verder kijken, die YouTube video uploaden. En hopen dat ik morgen en zondag een wat spannendere dag heb. Omdat vandaag, ja, voel ik het gewoon echt niet. Dus dan zal ik ook niet te veel filmen, omdat het niet echt interessant is voor jullie ook. Dus gaan we het even zien. Ja, hij is ingepland. Echt, wat een gave dag. Ik doe vrij weinig. Ik zit lekker te scrollen online. Of zit ik even bij webshops. Zit ik gewoon even te kijken en te scrollen. Maar ik zat ook ineens te bedenken van... Ja, ik heb dat dus echt nog niet gedaan. Om ergens in te schrijven dat je kan reageren op huurwoning of dat soort dingen. Want misschien dat ik er aan toe zou kunnen zijn. Geen idee. Maar ik heb dat nog nooit gedaan. Maar toen zat ik te kijken, want ik hoorde dat iedereen een verwoning net. Dat is toch gewoon heel bekend. Als je hier ervaring mee hebt, laat me even weten. Maar dat is dus niet in omgeving Overijssel. Dus omdat ik hier woon, kan ik me niet bij woningnet inschrijven. Want je kan je alleen maar inschrijven op de regio waar, nou zoiets, volgens mij. Ik ga nu nog een keer lezen, want ik lees soms wel eens dingen verkeerd. Om te reageren op het woningaanbod moet je zijn ingeschreven in de regio waar je een woning zoekt. Via Woningnet vind je woningaanbod in de onderstaande regio's. Ik snap niet. Nou ja, ik ga het maar even lezen, maar als jullie tips hebben of dingen waar je eventueel kan inschrijven, want ik zie zoveel websites en dingen, laat me maar even weten wat daarin handig is. En dan... ga ik het zien. Wat. Hoe en wat. Ja, ik zou ook niet eens weten waar ik zou willen wonen überhaupt. Maar sure. Ik denk het is altijd handig om je in te schrijven voor zoiets. Ben ik er wel echt aan toe. Maar omdat er natuurlijk zo'n woningcrisis is. Is er ook weer zo'n lange rij waar je ook weer niks aan hebt. Maar is goed. Prima. Nee, want het enige wat ik dus kan doen. Is... ik typ mijn woonplaats in, gewoon bij Woningnet voor inschrijven. Geen resultaat gevonden volgens je zoekresultaat. Dus ik denk dat ik gewoon niet kan inschrijven hier, want de informatie... Nou ja, oké. Nogmaals, als jij iets weet, let me know. en dan gaan we het wel zien. Het kwam net ineens in mijn hoofd op hoor, dus dat ik dacht, oh, ik ga het even kijken. Maar ja... Het is nu 4:15. Ik heb het idee alsof ik dat de hele dag erop heb zitten. Het is vreselijk. Maar oké. Okay. Ik had een idee. Ik had in de vorige vlog gezegd dat ik een closet sale wil gaan doen. En nu heb ik eventueel een idee voor een locatie. Dat is een winkel in Zwolle. Maar ze hebben niet super veel ruimte. Dus dat zou betekenen dat ze dan wel dingen moeten weghalen. Voor mij. Zodat ik dan die closet sale kan doen. Maar ik... ik vind het wel leuk om hun eventueel hiervoor te benaderen. Of ze ervoor openstaan. En dat is voor hun ook weer eventueel verkoop. En ze hebben ook een koffiecafeetje. Dus dat is ook wel cute. Dan kun je er ook gewoon koffie doen en zo. Dus ik denk dat ik haar even een berichtje ga doen. Of dat eventueel überhaupt een optie is. Of dat ze misschien een pandje weet of zo. I don't know. Ik ga het even... Als ik Comfort TV nodig heb, kijk ik altijd Drag Race. En ik kijk nu het seizoen 15. Love that season. Daar zijn we.
De meiden, helemaal gaaf. Dit is een seizoen met zoveel goede personalities. That's insane. Dus echt, I love to watch. Dit is gewoon Comfort TV. Het is letterlijk 8 uur, maar ik lig gewoon in bed. Ik denk dat ik heel vroeg ga slapen. Morgen ga ik koffie doen met Janelle. En daar heb ik wel echt oprecht heel veel zin in. Eindelijk hem weer zien. En dat is gewoon chill. Alleen in Zwolle, een koffie en weer naar huis. Dus dat is echt super chill. Heel veel... heel buiten adem. Jezus, van die trappen. Maar ja, dat wordt gewoon een leuke dag. Dus ik zie jullie morgen. Jezus, ik heb het zo warm. Ik heb lekker gedoucht. En ik heb gisteren... Ik weet jullie nog helemaal niet. Ik heb gisteren mijn wenkbrauwen weer afgeschoren. Ja, ineens dacht ik... Het is weer het moment. Ik heb er zin in. Ik ben er klaar mee. Ik had ook een foto van mezelf gezien. Waarin ik een super cunty make-up look had. Met zo'n 90s brow. En gewoon weer even lekker gek. Dus ja, weet je. Je weet het nooit bij mij. Ik kan geen beloftes maken. Natural girl era is voorbij. Ik heb mijn haar al even super crazy. Soort 90s-achtig gegeld. Nu ga ik mijn make-up doen en kijk ondertussen Drag Race lekker, wat ik gisteravond ook keek. Ik heb wel lekker ontbeet, lekker. En dan gaan we straks naar Zwolle, helemaal gezellig. Sleep. Now, sashay away. I love you all so much, so. Ik heb nog een half uur, ik heb net heel even de koffie gezet. Want er kwam net een pakketje binnen van Haiboo, dat is zo'n haarwebsite. Maar echt, ik vind het... Best wel heftig, want ik heb het vorige week zaterdag besteld. En er staat dus letterlijk online, bij elk product, ook bij dit product stond het er, voor 11 uur besteld, zelfs op zondag, volgende dag in huis. Ik heb een week gewacht. Ja, ik vind dat best wel heftig, to be honest. Maar okay, sure. Het is in ieder geval eindelijk binnen, maar ik weet wel dat ik daar, als ik er weer ga bestellen, dat ik ervan uitga dat het een week duurt. Of ik bestel er gewoon niet meer. Maar ik wil altijd Directions haarverf. Want die vind ik eigenlijk fijner dan de verf die ik nu heb gebruikt van Attitude Hair Dye. Die vind ik minder fijn. En die van Directions vind ik fijner persoonlijk. Maar dat is eindelijk binnen. Dat is prima. Dus ik heb nog even een koffie gezet. Ik kijk nog steeds lekker Drag Race. Make-up is make-upping. En daarna ga ik me aankleden. Ik weet nog niet precies wat ik aan ga doen. Maar ik denk wel een soort semi-chill fit. Gewoon wat lekker zit. Waar ik gewoon zin in heb. Ik denk gewoon een Adidas trainingspak. Even lekker. Dus dat is denk ik wat ik gewoon ga doen. Ik ben me even aan het aankleden en ik zit te denken aan dit Adidas pak. Ik heb deze tas met al die bedels eraan. Ik heb dus ook... Wacht, ik zal even naar beneden doen. Ik heb dus ook de broek aan met dan mijn gele sportsokken met één pijp erin. Dat vind ik wel gezellig met die zwarte Crocs. Want ik wil wel even een impact maken qua look. Maar wel ook comfy blijven enigszins. Want dit is best wel heel comfy wat ik nu aan heb. Dus dan heb ik een tas. Moet even mijn ringen om. Ik moet even iets om mijn oren. Kijk waar ik zin in heb. Bril doe ik op, mijn zonnebril. En dan doe ik gewoon mijn nieuwe paarse essentieel jas aan. Dus dan heb ik eigenlijk al een hele leuke look, denk ik. Ik denk dat mensen überhaupt al in shock zijn van mijn haar en make-up. Dus de rest zal ook wel goed de impact maken. Dit is echt heel even op dit moment mijn favoriete parfum. Van Givenchy L'Entredi Eau de Parfum Intense. Maar omdat mijn... Jo Malone London is op. Ja, ik kan wel janken. Maar eigenlijk moet ik even een nieuwe halen. Zou ik vandaag kunnen doen. Of dat ik voor de Tom Ford ga. Die Rose. Nog iets. In ieder geval. Ik ga even verder mijn look klaarmaken. Ik moet heel even dus, wat ik zei, iets in mijn oren en zo. En dan maak ik het even af. Tevens eindpunt van deze trein. Ik zit in de trein. Ik ben al letterlijk bijna op Zwolle. En dan meet ik Janelle. Station en dan gaan we even kijken waar we gaan zitten. Maar ja, we gaan het goed zien. Ik ga lekker koffie drinken. Misschien even wat lunchen. Lekker. En dan gaan we weer van mijn weekend genieten. Ik ben weer thuis en ik heb letterlijk niks gefilmd. Het is nu inmiddels 7:30. Het is gewoon zo pikken donker nu buiten. Willen we even normaal doen. Maar ik heb verder niks meer gefilmd. Janelle hebben en ik zo veel bijgepraat. Het was echt zo gezellig. We hebben eerst heel even wat gegeten op het terras met een koffietje. Gewoon gezellig, super lang gezeten. Toen zijn we 2 vintage winkels in geweest. Mijn favoriet in Zwolle. En ik heb weer van alles gevonden. Ja, ik weet het gewoon elke keer te vinden. De parels liggen gewoon voor me klaar. Het is vreselijk. Maar ja, het is vintage. Je hebt maar 1 kans. Ik neem het mee. Goed excuus, hè? In ieder geval. Ja.
Het is wel weer een teken dat ik echt goed mijn kleding moet uitzoeken voor als ik een closetsale ga doen. Wat ik waarschijnlijk een locatie voor geregeld heb. Maar daar ga ik donderdag even voor zitten. Dus dat wordt nog even spannend. Maar tromgeroffeld komt er dus waarschijnlijk aan. Wat ik fucking leuk vind. Dus ik dacht, ik laat heel even zien wat ik heb gescoord. Want de vlog is niet heel spannend. Dus ik dacht, laat ik die maar even zien. Dan hebben we nog wat leuks. Ik wil nog iets zeggen. Oh ja, nou, we hebben dus even geluncht. We hebben een vintagewinkel gedaan. En daar nog even een drankje gedaan in Zwolle. En toen kwam ik thuis rond 7:15. Toen heb ik daar lekker gegeten. Mama die had lekker pasta gemaakt. Echt heerlijk. En dat. Dus ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Want ik heb echt sowieso één mega parel. Ik had... Dat ik dacht, als ik een panterjas tegenkom voor deze winter, vind ik dat heel gaaf. En nu vind ik hem ineens vintage. Oh my lord. Hier is de jas. Ik vind de panterprint heel mooi. Maar de fit van de jas is ook fantastisch. De mouwen zijn wat korter, maar ik gok dat het een beetje een 70s, 80s jas is. Dus ja, dan zijn de mouwen sowieso gewoon ietsjes korter, maar dat hoort echt bij de fit. En het is dus helemaal in een soort A-lijn cirkelachtig gemaakt. Waardoor hij gewoon extra stof heeft. Waardoor hij extra rijk is. En ja, dit vind ik fantastisch. En hij heeft met een heel fijn klemmetje er gewoon dat hij vast zit. Dan zit hij ook stevig vast. Maar sorry. Hoe mooi is deze jas? Dit vind ik niet normaal. Kijk, en omdat hij dus helemaal rond is, heeft hij echt extra stof. Waardoor het gewoon super mooi valt. De schouders zitten mooi. De kraag is mooi. Het is zo'n mooie kwaliteit nog. Echt niet normaal. Het is echt de parel van het leven. Deze heb ik bij Finders Keepers in Zwolle gescoord. Die hadden nog meer winterjas. Ze hadden ook nog een hele mooie, beetje donkerbruin / zwarte furjas. Dus als je die wil, moet je even kijken. Als die nog niet weg is. Maar echt waanzinnig. Verder had ik even niet iets gezien. Maar ik ben ook nog bij Cream Vintage geweest. En daar heb ik echt weer vet veel gevonden. Allereerst ben ik een beetje in mijn stropdas era. En nu zag ik dus hele leuke deze. En die vond ik vooral heel leuk door de print. Maar ook door de kleuren. Dat ik dacht, hier denk ik wel wat mee te kunnen. Oh mijn god, ik heb een Moschino. Ik ga dood. Ik zie het nu pas. Ik had hem gewoon gekocht omdat ik dacht, oh my god, slee. Ik heb letterlijk gewoon een Moschino stropdas gevonden bij Cream Vintage. Gewoon een designer stropdas. Work. Oké, slee. En deze vond ik gewoon heel grappig omdat er allemaal schoenen op staan. Ja, super oude mannen gezeik. Maar ik denk, weet je, je weet het niet. Ik heb gewoon een Moschino. Work. Dan heb ik dit t-shirt. En die had Janelle ook al in de handen. En ik had hem ook een paar keer in de handen. Dacht ik eerst nee, maar ik dacht toch ja. Want ik vind die kleur heel lekker. Met dat rood en het zwart ook. En ik vond gewoon, dat design vond ik gewoon echt vet. Met die ster ook. Geen idee wie deze voetballer was, maar het zal wel. Nummer 8 gaaf. Die vond ik heel erg leuk. Dan zag Janelle dit t-shirt en die zegt, dit wil jij waarschijnlijk hebben. Dus die had het ook echt in de handen van, waarschijnlijk word je weer helemaal blij. En dat klopt. Want het is een t-shirt met een kat. Ik heb dus eigenlijk, weet je wat de grap is? Met het huisdierkat heb ik niet heel veel. Maar kleding met katten, nou, je hebt me helemaal. Dus deze vond ik natuurlijk weer waanzinnig. Echt fantastisch. En bij Cream Vintage heb ik net ook 25% korting voor de rest van mijn leven. Ik heb een pasje. Dus dat is natuurlijk ook echt heel erg fijn. En dat scheelt echt een hele hoop op deze items allemaal. Dan kwam ik ook dit t-shirt tegen. En deze was zo lelijk dat ik moest hebben. Kijk, dit is wel echt voor volgende zomer. Want ik heb er nu echt niks aan. Maar zo leuk. Echt heel erg zero's. Ik denk dat een meid deze heeft lopen flaneren. Met een low-waist jeans. Met een glitterriem erin. Een soort vintage Janelle brilletje, weet je wel. Met van die glitters. Ja, ik zie het helemaal gebeuren. En nog iets waarvan ik niet had gedacht dat ik dat ooit zou kopen. Maar ik ben wel heel blij. Was ook het eerste wat ik zag in de winkel. Maar het is dus een rok. Met een neppe Burberry print. Want het is niet echt een Burberry. Dus het is een neppe Burberry. Maar helemaal een mooie. Soort Schotse plissé rok. Met dus die Burberry print. Maar ik vond dit wel heel vet. Hij paste precies. Echt perfect. En ik had hem al geleerd. Bijvoorbeeld over mijn trainingsbroek. Met de trainingspak. Toen dacht ik, heel leuk. Dus bijvoorbeeld met een rode trainingspak. Of helemaal spoor die maken. En ik denk, dit kan zeker een keer helemaal in de look leuk van pas komen. Dus dit vond ik echt
Echt een toppertje. Ja, je ziet het alweer. Ik heb weer waanzinnige vintage parels gescoord. Dus ik ben weer helemaal gelukkig. Vanavond ga ik echt helemaal niks doen. Mij niet bellen. Maar ik heb wel helemaal positieve energie gehad van deze dag. En dat vind ik zo fijn. Ik vind het altijd zo fijn dat ik vrienden om me heen heb. Waar ik gewoon zoveel positieve energie van krijg. En dat ik gewoon weer helemaal gezellig en lekker en leuk. En het was gewoon zo'n leuke dag vandaag. Dat, ja, dat is gewoon echt top. Vooral vergeleken met gisteren. Waarin ik zo down was. En gewoon zo... Dat ik gewoon weer helemaal energie heb vandaag. Dat vind ik zo fijn. Morgen heb ik gewoon een best wel chille dag. Gewoon lekker thuis. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Maar dit is echt helemaal heerlijk. Love it. Weer lekker fresh in mijn bed. RuPaul's Drag Race aan. En chillings. Ik zie jullie morgen. Het is zondag, 10:45 en ik kijk nog steeds Drag Race. Ik heb echt een hele chille dag. I live. Oh my god, trouwens. Ik ben altijd late to the party en Pascal zegt het ook altijd. Iedereen is er overheen en Saslux is er. Het is altijd zo. Maar ineens, ik zat er gewoon niet op. Ik zat ineens op P. Diddy TikTok. Oh my god, en ik zat er diep in. I was deep. En echt, gisteren, normaal slaap ik echt, ik slaap altijd heel vroeg. 10:00, zoiets meestal. Soms 10:30, maar meestal 10:00 ongeveer. Ik sliep nu pas om 12:30, omdat ik gewoon zo ver in de P. Diddy story thingy zat. En over Beyoncé en Jay-Z. En dat zij er allemaal waarschijnlijk wat mee te maken hebben met die dood van Michael Jackson. Nou ja, bla 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 bla. Ik zat er zo diep in. Echt, oh mijn god. Ik kom nu ook denk ik ook niet meer van deze TikTok af. It's crazy. Maar Jesus. Oh my god. Hollywood is like crazy. En er komen natuurlijk nu alleen nog maar meer verhalen en meer dingen naar boven. En oh. Ik zit er zo in. Echt intens wel. Maar ik zal jullie verder niet mee lastigvallen. Want ja, zoveel weet ik ook niet van. Ik heb gewoon video's gezien. Period. Ik weet verder ook niks. Maar ik denk dat het wel meerdere van jullie waarschijnlijk op deze TikTok zitten. It's so crazy. En ik heb trouwens nog iets. Ik blijf maar raadsel, ik blijf maar lullen. Maar ik heb gisteren tickets gekocht. Samen met Dylan, een vriend van mij, gaan wij naar Junior Songfestival in concert. Dylan is de enige persoon die ik ken die net zo obsessief is met Junior Songfestival als ik. Dus wij gaan naar Ahoy Rotterdam, naar Junior Songfestival in concert. Oh my god, ik ben obsessed. Dit wordt crazy. Er komen allemaal oude namen ook optreden. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe. Maar honey, I hope there will be a lot of people from 2007 to 2012. I maybe know them. Maar it's crazy. It's crazy. Dus ik heb er echt fucking veel zin in. Rachel met het nummer Teenager en zo komen waarschijnlijk ook. Het is zo iconic. Dus ik heb er fucking veel zin in. Maar 26 oktober of zo pas. Dus het duurt nog even. Maar dit wordt zo leuk. Ik heb zojuist echt weer 3 volle zakken gevuld met kleding en schoenen. Ik ben nu ineens helemaal in een drive van oké, dit kan weg, dat kan weg, dat kan weg. Omdat ik natuurlijk eventueel waarschijnlijk 60% zeker die closet wil gaan doen. Ik durf nog niet helemaal te zeggen, want ik moet natuurlijk nog even met die persoon gaan zitten waar ik dat eventueel wil gaan doen. Maar de kans is groot. Ze zijn enthousiast. Dus ik ben nu allemaal zakken aan het vullen. Ik heb zo fucking veel. Het is insane. Schoenen maat 42. Kleding is allemaal ongeveer L, XL. Maar ook echt super veel kleding past voor bijvoorbeeld een grotere maat of een kleinere maat. En insane veel verschillende dingen. Heel veel kleur. Ook heel veel zwarte dingen. Oké. Dus ik heb echt superveel al. Echt niet normaal. En ik blijf nog zeker even doorgaan. Dus er komt zeker nog veel meer bij. Maar dit is zo lekker al. Helemaal fijn om op te ruimen op die manier. Ook winterjassen trouwens. Zitten er ook bij. Echt super chill. Dus. It's very much. Ik ben een verrader aan het kijken en het is echt helemaal zo spannend. Maar ondertussen heb ik Vinted weer even gedownload. Want ik dacht ineens, ze hebben er natuurlijk allemaal soort merken. Maar ik ben de laatste tijd echt helemaal obsessief met Moschino. En ik had het al wel gehad, maar de laatste tijd het pakt me steeds meer. En toen heb ik even op Vinted gekeken en ik heb 2 dingen van Moschino echt voor een prik.
key kunnen vinden. Eén broek voor 15 euro. En een jasje van 25 euro. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop niet dat het allemaal nep is. Ik heb allemaal geprobeerd... Pluis. Ik heb geprobeerd echt goed te kijken en online ook te zoeken en te googlen. Dus als het goed is het gewoon echt. Maar echt super spannend. Dus ik ben echt lekker gewoon vind het aan het struinen. Kijk de verraders wat super spannend is. Dus ik heb eigenlijk best wel een chille zondag. Ik heb weer lekker gedoucht. Ik had er helemaal zin in. Ik denk lekker fresh mijn bedje in. En ondertussen heb ik mijn Walk That Confidence Walk playlist op Spotify lekker opgezet. Ik ging helemaal los. Helemaal meezingen. Ekkerekekkerekek, Anaconda stond op, Milf van Fergie, allemaal gave nummers. Dus dat heb ik lekker geluisterd. Ik ga zo mijn bed in, maar ik denk dat ik gewoon de vlog ga afsluiten. Dus ja, wat ga ik nog doen? Niemand weet het. Want morgen begint er alweer een nieuwe vlog. Dus dit was de vlog van het weekend. Ik hoop dat hij nog enigszins oké is en leuk is, want... Zoveel heb ik niet gedaan of gefilmd. Ik hoop in ieder geval dat je hebt genoten. Vergeet niet te abonneren, te liken, te comment, te meldingen aanzetten. Je weet hoe dat gaat. Want ja, dan blijf je op de hoogte. Ja, zo gaat dat. En dan zie ik jullie de volgende.